Yo mensen, dat je kijkt, dit is een gloeiende video. We zijn weer back na een lange tijd. Nou, niet echt per se lange tijd, vorige keer toch ook een video opgeload. Maar we hebben vandaag weer eens wat nieuws gehad voor mijn sip. En dat is deze nieuwe achterlampen ledjes. Ze zijn zwart gesmoked en ze zijn led. Ik heb nu namelijk gewoon normale knipperlichten achter. En die gaan we gewoon vandaag veranderen. Gaan we deze eronder zetten. Ik ben benieuwd hoe ze eruit zien onder mijn scooter. Dus laten we gelijk verder gaan. Oké, dus we hebben de ledjes hier. Ik ga ze gelijk gewoon unboxen. Live op camera. Waarom moet die nu niet open gaan? Het is echt altijd super cringe. Ik val bijna op mijn bek, want die zit helemaal op mijn hurken. Nou, dit is natuurlijk altijd het meest satisfying gebeuren of gedeelte dat we gaan doen. Ja. Dit is wel echt mooi. Dit is ook gewoon veel mooier dan die lelijke geel-witkleurige troep dat ik er nu op heb zitten. Ja, dus gewoon wat we gaan doen. We gaan het gewoon monteren. Ik ga snel op mijn telefoon een timelapse aanzetten. Want met deze camera kan het helaas niet. En dan zien we jullie gewoon terug wanneer we de eerste al hebben vervangen. Nou, zoals jullie zien, dat voorkapje is zeg maar al eraf. En het ziet er al een stuk kaler uit. Dit zijn even de before shots dat jullie die zien. En dan ben ik echt gewoon benieuwd hoe ze dan eruit zien met deze eronder. Timelapse staat daar ook. Lampje staat klaar, dus laten we gelijk maar verder doorgaan. Nou mensen, ik ben dus de hele tijd bezig geweest met mijn vader en we waren uiteindelijk bezig met deze aan te zetten. Maar wat blijkt dus, dit is zeg maar dan op mijn knipperlicht, gaat zeg maar alleen mijn knipperlicht flikkeren. En dan als ik hem, toen hadden we het op een manier dat hij met die achterlicht verbindt. En dan zit hij alleen maar te flikkeren zeg maar op zo'n manier. Die rode licht zeg maar, ook zeg maar een soort van remlicht. Dus wat we nu moeten doen, moeten we alle kappen, deze kappen. Het is wel best wel donker, dus dat moet vanaf deze kant vullen. En de binnenkappen eraf gaan halen. Voordat we überhaupt, want we moeten met die contactslot, zeg maar. Met die contactslot, ik weet niet meer wat het precies was. Moeten we hem verbinden met die voor ledjes die ik heb in mijn grill. Dus dat wordt best wel wat werk. Ik hoop dat mijn vader natuurlijk de dingen heeft liggen. En dan kunnen we gewoon gelijk het vandaag afmaken. Want ik heb geen zin dat ik morgen weer door moet gaan. Want ik heb altijd dat gezeik. Jullie het zien, we zijn nu bezig. We hebben een draad helemaal naar voren gedaan. Het is echt donker, dus ik weet niet of jullie het zien. Laat maar even licht erbij zetten. Helemaal naar hier naar voren. Zeg maar waar deze ledjes mee zitten. En daar zitten we deze dus nu mee te verbinden. En dan laat ik zo meteen het resultaat zien. Oké, mensen, hij is eindelijk af. Dit zijn de ledjes zeg maar gewoon als mijn scooters gewoon uitstaan. En ik laat jullie ook nu zien als ik zeg maar mijn scooter een start-up geef. Wat hij dan zeg maar doet. Oké, mensen, ik ga nu zeg maar mijn contact aanzetten en dan gaan jullie zien wat hij doet. Kijk, hij loopt zeg maar in een lopende lijn. En nu gaan we even de knipperlicht van rechts aanzetten. Juist, is toch mooi. En links. Ja. Hier ben ik echt blij mee. Kijk, dit is dus als mijn scooter dus aanstaat. Zo zien ze dus dan zo uit. Ik ben er super tevreden mee en super tevreden over. Nou mensen, dat was dus mijn ledjes die ik heb vandaag gemonteerd. En dan zeg ik zoals altijd, like en deel deze video met al jouw vrienden en familie. En zeg ik zoals altijd, later.